Ik ben opgegroeid in de jaren 90, toen was ik ongeveer net zo oud als jullie, zat ik op de middelbare school. Ja, en dat leek een hele fijne goede tijd te zijn voor Nederland. Dat zagen we ook in die vorige video's. De economie groeide heel erg, de multiculturele samenleving die bloeide. En ja, vanaf het jaar 2000 zie je dat er toch verandering in begint te komen. Dat uh, er steeds meer uh, gemopper en gemor is en discussie en debat ontstaat. En dat bevolkingsgroepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. En daar heeft de opkomst van het populisme ook mee te maken. Want wat zien we gebeuren? Nou ja, wat ik net zeg, de tegenstellingen in die Nederlandse samenleving, die zijn de afgelopen twintig jaar echt wel toegenomen. En daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is het zo dat uh, die economie wel heel erg groeide in Nederland, maar uh, dat het verschil tussen arm en rijk ook alleen maar groter werd. En dat de, de rijken en de grote bedrijven, dat die meer van die economische groei profiteerden dan, uh, dan andere mensen. En dat zorgt voor behoorlijk wat ontevredenheid en tegenstellingen. En ja, dat is het gevolg van politieke keuzes die in Den Haag zijn gemaakt. En, en steeds meer mensen vragen zich dan ook af: van ja, is die regering, is die politiek er eigenlijk wel voor mij? Wat doen die eigenlijk? En dan zie je dus dat de kloof tussen burgers en politiek, hè, dus, dus vertrouwen de burgers de overheid, uh, dat, dat, dat die kloof eigenlijk steeds groter wordt. Steeds minder mensen hebben het idee van, nou, die overheid die is er voor mij, die kan ik vertrouwen, die wil het beste voor het land en voor mij. Zeker ook als blijkt dat uh, de Nederlandse overheid. Zelf ook steeds minder te zeggen lijkt te hebben, omdat er steeds meer dingen in Brussel door de Europese gemeenschap en later de Europese Unie bepaald worden. Hè? Moeten we wel doorgaan met die Europese samenwerking, vragen veel mensen zich af. Want raken we daardoor niet onze Nederlandse identiteit en zeggenschap kwijt? Mogen wij nog wel over ons eigen land beslissen of wordt dat allemaal vanuit Brussel, vanuit Europa gedaan? Ja, en datzelfde idee zit ook een beetje achter het verzet dat er steeds meer komt, de kritiek die er steeds meer komt op uh, de multiculturele samenleving. Want uh, allemaal leuk en aardig, die verschillende culturen door elkaar. Maar uh, raakt daardoor uh, de Nederlandse identiteit niet verdrongen, is Nederland dadelijk wel Nederland? Uh, vragen mensen zich af. En dan krijg je bijvoorbeeld dus hele felle discussies. tussen voorstanders van de multiculturele samenleving en tegenstanders daarvan. En één gebeurtenis in het bijzonder. Die dat allemaal nog extra onder druk zet. Die echt voor veel maatschappelijk debat zorgt. En voor spanning in de samenleving zorgt. Ja, dat zijn die terroristische aanslagen van 11 september 2001. Die we al eerder gezien hebben. He, islamitische aanslagen. Of uit naam van de islam in ieder geval gedaan. Uh, waardoor er uh, heel veel angst. in uh, de Nederlandse samenleving komt. Zowel voor uh, terreuraanslagen. en ook zeker voor de islam. Waardoor uh, Nederlandse moslims. zich ook weer onveiliger voelen. omdat ze heel veel kritiek te verduren Krijgen en met heel veel haat te maken krijgen, dus dat zorgt echt voor grote tegenstellingen in de samenleving, ja. En zoals gezegd, steeds meer mensen vragen zich dus eigenlijk af door al deze zaken: van ja, eh. Uh, is dit nog wel het Nederland waar ik in wil leveren? Is dit nog wel het Nederland met een duidelijke Nederlandse cultuur en identiteit? He, daar, daar zijn uh, veel mensen bezorgd over. Veel mensen ook niet trouwens hoor. Maar die groep die daar bezorgd over is en die zorgen uit, die wordt wel steeds groter. En dat zorgt ook voor de opkomst van het zogenaamde populisme. En wat is dat dan, populisme? Nou ja, dat is eigenlijk een, een, een soort politiek, waarbij uh, uh, er eigenlijk voor hele complexe problemen, hè, bijvoorbeeld zo'n zo multiculturele samenleving, hoe werkt dat nou allemaal? Dat is eigenlijk een heel ingewikkeld iets. Waarvoor er eigenlijk gewoon heel simpele oplossingen worden bedacht. Uh, er wordt bijvoorbeeld gezegd: ja, alle buitenlanders moeten eruit. Hè, dat, dat zou bijvoorbeeld dan zo'n hele simpele oplossing zijn. Of ja, dat het nu uh, uh, zo'n groot verschil is tussen uh, arm en rijk. Uh, dat, dat komt bijvoorbeeld omdat uh, de buitenlanders uh, die pikken alle banen in. Dat, dat, dat is een heel populistische uitspraak. Echt een versimpeling van de werkelijkheid, maar die bij steeds meer mensen wel gehoor vindt. En dan is er één iemand in het bijzonder die er aan het begin uh, van de 21e eeuw in Nederland heel veel aanhangers mee krijgt. Pim Fortuyn, die groeit in razendsnel tempo, groeit hij uit tot één van de populairste politici van Nederland. En hij is ook echt een voorbeeld van een populist. Uh, wat vindt hij dan? Nou, hij heeft heel felle kritiek over hoe het gaat in Nederland. Dus hij heeft bijvoorbeeld felle kritiek op de islam. Er is geen plaats voor in Nederland, vindt hij. Want uh, dat past niet bij de Nederlandse cultuur en bij de Nederlandse waarden. Uh, hij vindt bijvoorbeeld ook die multiculturele samenleving, dat dat idee is doorgeslagen. Want uh, mensen moeten zich ook aanpassen aan de Nederlandse cultuur en dat gebeurt te weinig. Uh, hij vindt uh, bijvoorbeeld ook dat, dat er dus minder mensen vanuit het buitenland naar Nederland moeten komen. Want Nederland moet wel Nederland blijven en voor de Nederlanders blijven. He, allemaal heel uh, uh, populistische ideeën. En hij vindt bijvoorbeeld ook dat uh, er echt iets gedaan moet worden aan die kloof tussen burgers en politiek. Dus hij zegt inderdaad, hij is een politicus en hij zegt... Ja, u in het land heeft helemaal gelijk. Uh, die gasten in Den Haag, die zijn er niet voor jou, maar als... Als je op mij stemt, als je uh, voor mij kiest, dan zorg ik dat die kloof weer kleiner wordt. Dan zorg ik dat ik er wel voor jou ben. En veel mensen, ja, die, 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 die geloven daar wel in. En die stemmen dan ook op hem, of die willen op hem gaan stemmen. Want je ziet dat zijn populariteit alleen maar toeneemt. En uh, hij is niet van de TV weg te slaan, bijvoorbeeld. En in de, de peilingen voor de verkiezingen die er in 2002 zullen zijn dan zie je ook dat hij steeds verder stijgt. En hij kan wel uh, met zijn partij de lijst Pim Fortuyn de grootste gaan worden. Um, en tegelijkertijd zorgt het ook voor heel veel ophef daardoor, heel veel discussie... Maar uh, ja, die discussie loopt best wel uit de hand, want uh, vlak voor de verkiezingen wordt Pim Fortuyn vermoord, hij wordt neergeschoten. En uh, nou ja, dat leidt uiteindelijk weer tot een extra vergroting van die angst en van die tegenstellingen. Want dan krijg je daar natuurlijk weer debat en discussie over, van ja, wiens schuld is dit nou? En in wat voor land leven we nou dat er dit soort aanslagen uh, plaatsvinden? Wie heeft daar nou voor gezorgd? En zo blijven we in Nederland vanaf het jaar 2000 dus maar de hele tijd over elkaar heen vallen en de hele tijd ruzie met elkaar maken om allerlei verschillende dingen. En Pim Fortuyn is weg, zijn partij blijft nog wel bestaan, maar het zijn vooral andere populistische partijen die dan uh, in de jaren daarna steeds groter zullen worden.